En de wind hoort te vergaan. Uit alle windstreken en zelfs in alle talen. Hij neemt je mee en als je goed luistert, dan hoor je hoe de wind een sprookje fluistert. En al die sprookjes die worden opgevangen. Daarboven, in de karuinen van de bomen. Sprookjes die door alle takken stromen en ik sprokkel in het sprookjesbos. Al die gevallen takjes bij elkaar. En daarom noemen ze mij de sprookjesbrokkelaar. Precies, de sprookjesbrokkelaar. Ja. Ja, dat bent u. Ja, dat ben ik. Ja, en ik ben niet alleen vandaag. Ik heb deze jonge enthousiasteling in blauw met me meegenomen. Hallo. Ja, dit is Olivier. Hi. En Olivier is mijn leerling, mijn vazal. Zeker. En hij helpt mij altijd. En overal. En overal, inderdaad. Ik ben blij dat je er bent, zeg. En ik ben ook blij dat jullie er allemaal zijn. Dat jullie even langskomen om een pas op de plaats te maken om te luisteren naar een sprookje. Zeker, want ik zie al heel erg veel mooie meisjes die een verhaaltje komen luisteren. Buitengewoon. En heb jij daar iets voor me meegenomen? Ja, genoemd? Ik heb ze gevonden. Buitengewoon, zeg. Hier, een dakje. Ach, wat een bijzonder exemplaar, zeg. Ja, dat is me. Wat laat eens even kijken. Alsjeblieft. Wat doet die? Ik ben wel benieuwd. Het sprookje komt lachen. Even kijken welk verhaaltje er in het dak zit. Dat ruikt bijzonder, dat ruikt zoet. Zoet. Ja. Oh. Waarom nou echt te weten welk sprookje er in het dak zit? Maar bij de kindjes. Juist. Kijk, ik zag het. Volgens mij is het een mooi verhaal. Nou, en ik. Ja? Er was eens een prins. Een prins die dolgraag wilde trouwen met een meisje. En om het meisje van zijn dromen te vinden, organiseerde hij een groot bal. Sprookje van Klaag. Ja? Mag ik misschien de prins spelen? Ach, dat lijkt me wel wat. Ja? Ja, dan. Ach, kijk eens aan, wat een prins. Ja, en die prins die had er. Ja, die keek uit naar zijn bal en naar zijn dansfeest. De voorbereiding was in vlotte voortgang vergaan. En hij stond klaar voor de grote deur van de balzaal. En met een grote sierlijke stap stapte hij naar binnen. En hoe is je bal? Nou, eigenlijk vind ik er geen bal aan. Nee, ja, niemand danst. Op een bal moet er gedanst worden. Dat zegt hij me wat. Dat zien jullie mee? Er wordt niet echt gedanst. Ja. Riva. Er werd niet gedanst. Er werd niet gedanst? Nee. Oh, Riva. Nee, de prins kon niet dansen. Of nou ja, de prins kon wel dansen, maar hij kon niet dansen, snap je? Nee, eigenlijk niet. Nou, kijk, ik zal het je uitleggen. Okay. Ieder meisje dat was uitgenodigd op een bal wilde natuurlijk indruk maken op de prins. Ja, dat snap ik wel, ja. En daarom hadden zij zich vreselijk uitgedost. Met de nadruk op vreselijk. O ja? De ene jurk was nog groter dan de andere. Zo groot. Groot. Groot, zo groot. Nog groter. Zo. Dat waren jurken van wel 100 laagjes. Zeg. Maar dat is veel te groot, sprookjesbrokkelaar. En als je dan wil gaan zitten, dan heb je wel 4 stoelen nodig. Inderdaad. Dat kan toch helemaal niet? Dan heb je zo'n groot jurk als je dan naar de wc wil. Dan pas je helemaal niet door de deur. Nee, als je wilt dansen, dan pas je zo tegenaan. Dat is veel te gek. Dat is ook gewoon hier. Ja. Dat jullie twee goed verder gaan. Oh, ja, sorry. Je was gewoon aan het ja. Uitstekend, maar ja, daar moest ik wel om lachen, maar de prins kon er helemaal niet zo om lachen. Oh, hij werd er vooral verdrietig van. Hij dacht, hoe kan ik nou het meisje van mijn dromen vinden als ik niet eens kan dansen? Teleurgesteld. Liep hij naar buiten en hij ging op de grote trap van het paleis zitten.
gaf. En dan wiggelde een traantje over zijn wang. Maar plotseling gebeurde er iets bijzonders. Hij voelde een zachte hand op zijn schouder en een lieve stem vroeg aan hem. Zeg prinsje, wat zit je nou te snikken? Wat is het eigenlijk druk daarbinnen? Ja. Wil je misschien een slokje van mijn... Ja. Vandaar die zoete geur. Inderdaad. Want dat tussen die prins staan. Zonder te kijken nam hij het glaasje aan. Hij dronk er een slokje uit. En pas toen hij het glaasje terug had, deed hij in die prachtige meisjesoog. Dat is leuk. En de meisje keek nog terug ook. Maar ze zeiden niets tegen elkaar. Nee. Nee, ze waren namelijk allebei op slag ver... Verliefd! Nee, jongen. Verlegen. Maar plotseling draaide het meisje zich om en ze klikklakte weg op haar glazen hakjes, zo terug het paleis. En pas toen zag die prins dat dit meisje niet zo'n vreemde grote jurk aan had, maar een prachtige, mooie, roze, elegante baljurk en daaronder twee fonkelende glazen muiltjes. En toen dacht die prins, daar moet ik meer van weten. Hij snelde achter het meisje aan en daar op de gang van het paleis. Daar vroeg de prins dat meisje ten... Ten huwelijk! Zo snel zijn we niet. Nee, ten dans. Oh. En daar de hele avond... Hebben zij inderdaad gedanst. En toen... 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 Ik moet er nog vijf, jongen. Toen... 12 klokslagen. Oh, 12 klokslagen. Zeg, wat een bijzonder takje heb je gevonden. Jazeker. Maar, sprookjesverklaar, ja. Hoe liep het dan af met de prins? Dat is een goede vraag. Hoe liep het af en wie was eigenlijk dat meisje? Precies. Ja. Ja, zeg, hoe weten jullie dat? En waarvan zijn die hakjes gemaakt? Van mijn gras. Ja. Er is inderdaad maar één prinses die voortgaat op glazen muiltjes. Zeg, dat weten jullie wel goed, zeg. Volgens mij zijn jullie echte sprookjeskenners. Mij ook. Ja, dat dacht ik.